De Mondriaanschool in Crispijn gaat nog eens 50 kinderen vanuit de Oekraïne gevluchte ouders lesgeven. En daarmee is een in Dordrecht inmiddels ontstaande wachtlijst opgelost. Het CDA stelde gisteren vragen over de wachttijden voor Oekraïnse kinderen en maakt zich grote zorgen. We willen natuurlijk allemaal dat kinderen gewoon goed onderwijs krijgen. En dat geldt zeker voor kinderen die in een oorlogssituatie of vanuit een oorlogssituatie komen. Ze zijn nu al die tijd aan het wachten zijn ze nog afhankelijk van onderwijs dat online wordt gegeven vanuit Oekraïne. Ze maken nog elke keer dan ook mee dat er weer alarm afgaat, dat ze eigenlijk die oorlog nog steeds voor zich zien afspelen. Getraumatiseerde kinderen hier? Ja, getraumatiseerde kinderen die je eigenlijk zo snel mogelijk uit die situatie wil halen. En daarom hebben we ook die vraag gesteld van hoe gaat dat nu verder? De wethouder verantwoordelijk voor het basisonderwijs liet weten dat er dus een oplossing gevonden is voor het probleem. Vanaf 31 oktober kunnen kinderen terecht op de Mondriaanschool die een speciaal leerprogramma ontwikkelt voor de vluchtelingen. Ik ben blij met het antwoord wat we hebben gekregen, want herfstvakantie is bijna. Dus dan is het over een paar weken hoop ik ook echt verleden tijd dat de kinderen zo lang moeten wachten.